Voordat ik kan uitleggen wat een ablativus absolutus is, moet ik eerst uitleggen wat een normaal participium is, een verbonden participium. Ablativus absolutus gaat om een speciaal gebruik van het participium. Een verbonden participium, dat is een participium dat hoort bij een woord dat een functie heeft in de zin. Technisch gezegd, dat congrueert met een woord dat een functie heeft in de zin. Bijvoorbeeld, het participium congrueert met het onderwerp of met het leidend voorwerp. Dat heet een verbonden participium. Voorbeeld, ik rennend, en dan moet je je rennend voorstellen als een PPA in de nominativus enkelvoud, sla de leerling. Dus dat participium rennen, dat congrueert met ik, met het onderwerp van de zin. En dat betekent dus dat ik ren. Dat is een verbonden participium. Dat participium is verbonden met ik. Je mag dat participium gewoon laten staan. Bij een verbonden participium in je vertaling kan dat vaak. Dus dan laat je gewoon ik rennend sla ik de leerling, vertaal je dan bijvoorbeeld. Je mag er ook een bijzin van maken. Terwijl ik ren, sla ik de leerling. Ander voorbeeld, we hebben datzelfde rennend, alleen zet ik dat nu virtueel in de accusativus. Ik sla de leerling rennend. Als dat participium in de accusativus staat, dat betekent dat het hoort bij het leidend voorwerp in de zin. Dus in dit geval, tamelijk letterlijk, de leerling. En dat betekent dus dat die leerling rent. Ik sla de leerling rennend. En daar maak je dan bijvoorbeeld van, ik sla de leerling omdat, terwijl of hoewel hij rent. Waar het hier om gaat is dat dat participium rennend, dat dat hoort bij een woord wat een functie heeft in de zin. In dit geval de leerling, dat in de zin leidend voorwerp is. Nog een voorbeeld. Jij aankomend slaat de leerling. Aankomend moeten we ons dan voorstellen als een PPA in de nominativus. Congrueert dus met het onderwerp in de zin. Dus jij. En dan maak je dan bijvoorbeeld zoiets van. Waar het hier om gaat is dat dat participium verbonden is met het onderwerp van de zin. In dit geval met jij en dus in de nominativus staat. Een verbonden participium. We zetten nu datzelfde participium zetten we weer in de accusativus. Ik sla de leerling aankomend. Dat wil zeggen dat dat aankomend hoort bij die leerling. Dat die leerling dus aankomt. Dan maak je bijvoorbeeld zoiets van. Ik sla de leerling terwijl hij aankomt. Waar het hier om gaat is dat dat participium verbonden is. Omdat het hoort in dit geval bij het leidend voorwerp. Tamelijk letterlijk van deze zin de leerling. Nog een voorbeeld in de dativus, dat kan ook. Ik geef de leerling een boek vragend. Vragend moeten we ons dan voorstellen als een PPA in de dativus. En hoort dus bij het meewerkend voorwerp in de zin. In dit geval de leerling aan wie ik een boek geef. Ik geef de leerling een boek terwijl of omdat hij erom vraagt, maak je daar bijvoorbeeld van. Waar het hier weer om gaat is dat dat vragend verbonden is met een woord dat een functie heeft in de zin. In dit geval het meewerkend voorwerp, de leerling. Een verbonden participium, met een Latijnse term heet dat het participium conjunctum, wat gewoon verbonden betekent. Nu de ablativus absolutus. Soms hoort een participium niet bij een woord dat een functie heeft in de zin. Het participium staat dan in de ablativus. En het naamwoord wat ermee congrueert, waar het dus mee verbonden is, dat staat ook in de ablativus. En dat heet dan de losgemaakte ablativus. Absolutus betekent in het Latijn losgemaakt. Je zou kunnen vertalen de niet verbonden ablativus. Betekent dus dat dat participium niet hoort bij een woord wat een functie heeft in de zin. Voorbeeld in het Nederlands weer. De ouders vragend geef ik de leerling een boek. De vertaling is niet zo ingewikkeld. Ik geef de leerling een boek omdat of terwijl zijn ouders erom vragen, maak je ervan. Waar het om gaat is dat die ouders in de hoofdzin geen rol spelen. Wel ik en een boek en de leerling, maar niet die ouders. En dat heet dan een ablativus absolutus, een losgemaakte, een niet verbonden ablativus. Ander voorbeeld weer in het Nederlands. De toets slecht gemaakt zijnde geef ik de leerling een boek. Dan moet je dus die toets en gemaakt zijn, dan moet je je allebei voorstellen in de ablativus, in dit geval een PPP. Waar het om gaat is dat die toets geen rol speelt in de hoofdzin. Wel ik en de leerling en een boek,
maar niet die toets. De toets slecht gemaakt zijnde is dus een constructie die losgemaakt is van de rest van de zin en die daarom in de ablatieve staat. En dat heet in het Latijn een ablativus absolutus. Qua vertaling maak je er bijvoorbeeld dit van. Een verbonden participium kun je heel vaak als participium gewoon laten staan. He, rennend sla ik de leerling. Bij een ablativus absolutus is dat bijna onmogelijk, of zeg maar eigenlijk onmogelijk. Je moet daar een bijzin van maken. In het Nederlands bestaat deze constructie niet en die moet je dus omzetten. Een paar voorbeelden in het Latijn nog. Als je een ablativus absolutus, je moet hem dus eerst herkennen. Dan heb je dus een ablativus, in dit geval kane, plus een participium in de ablativus. Dat daarmee congrueert, in dit geval persequente, een PPA. Een canis is een hond, persequi betekent achtervolgen. Lepus is een haas, fugere is vluchten. Lepus fugit betekent vlucht de haas, of de haas vlucht. Waar het om gaat is dat die hond in die zin, in die hoofdzin, geen enkele rol speelt. Dus letterlijk staat er iets als met de hond achtervolgende vlucht de haas. En dan maak je dan een vertaling van zoals die hier staat. Nog een voorbeeld, keizer, onderwerp vooraan. Dan de ablativus absolutus, militibus laudatis, signum pugnae dedit. Hoofdzin, Caesar, ge gaf dedit, het teken signum van de strijd, pugnae. Die soldaten spelen in die hoofdzin geen enkele rol. Die zijn dus niet verbonden met iets in de hoofdzin. Militair zijn soldaten, laudatus is geprezen zijnde. Letterlijk staat er iets als met de soldaten geprezen zijnde gaf Caesar het teken van de strijd, of tot de strijd heb ik hier vertaald. Militibus laudatis is een ablativus absolutus, omdat het niet verbonden is met iets met een woord dat een functie heeft in de zin. Participium staat daarom in de ablativus, laudatis. En het woord wat onderwerp is van dat participium, die soldaten die zijn geprezen, dat staat ook in de ablativus. Laatste voorbeeld, insulis vastatis piratae pecuniam postulabant. Let op de alliteratie, ik heb mijn best gedaan. Piratae zijn zeerovers, piraten, pecunia is geld, postulare is eisen. Dus de zeerovers eisten geld, dat is de hoofdzin. Insulae zijn eilanden, vastare is verwoesten. Die eilanden spelen in de hoofdzin geen enkele rol. Wel de piraten, wel het geld, maar niet die eilanden. Letterlijk staat er dus iets als met de eilanden verwoest zijnde eisten de zeerovers geld. En dan maak je dan iets van wat hier staat. Nadat de eilanden verwoest waren of omdat de eilanden verwoest waren. Ablativus absolutus, je moet er een bijzin van maken. Deze constructie bestaat in het Nederlands niet, dus je kunt het participium niet laten staan.